Kijk, dit dus. Lieve Sarah, je hebt misschien al vernomen. Sint en Piet kunnen dit jaar niet op visite komen. Misschien had je het wel al verwacht. We hebben iets anders leuks voor je bedacht. Die is voor mij. Sinterklaas was leuk. Was echt heel leuk. Goedemorgen, het is zaterdag en ik ga voorbereiden voor pakjesavond. Dat is vanavond. Eerst even een grote pan uit de kast zien te trekken. Want we eten vanavond soep. En daar moet ik heel veel van maken, want dat gaat altijd heel hard. Oh kijk, het is zo lekker. Echt, de kleuren komen op beeld niet zo lekker over. Het is echt een maaltijdsoep overigens, dus mega mega gevuld. Toen was Mila hier opeens. Yay! En ik heb chocolaatje. Ja, en wat was nou leuk, hadden dus Sint en Pieter hadden wat leuks bij Mila de oma voor jou gebracht. Ja, dat was ook alweer ook weer chocola. Ja. Ja. Jullie gaan nou even buiten spelen. Dan komt wel mooi uit het cel als een rommel aan het maken, kan ik mooi even opruimen. Ik dacht eerst, dan ga ik nu gelijk even douchen, nu die meiden toch buiten zijn. Maar toen dacht ik, nee, want als ik wil douchen, wil ik me gelijk helemaal aankleden en opmaken. En dan ga ik daarna van alles schoonmaken. En dat vind ik dan weer niet leuk, want dan wil ik me daarna weer omkleden. Dus ik ga me echt pas eind van de middag omkleden of zo, denk ik. Ja, want visite komt vanaf 4:30, dus ik denk dat ik rond 4:30 of zo dat ga doen. Dus ik heb mijn schoonmaakdoekjes. Echt, ik heb die tafel natuurlijk zwart gespoten, maar ik kan hem echt 3 keer per dag schoonmaken zien. En het is echt 1 grote stofmagneet. Misschien was het daarvoor ook, maar dan zag je het niet of zo. Maar nu zie je dat dus constant en daar word ik helemaal gek van. Maar ja, ik ben wel blij dat hij zwart is, want ik vind het wel heel leuk. Al beschadigt hij op heel veel plekken alweer. Maar goed. Oké, alleen maar schoongemaakt, opgeruimd, allemaal dat soort dingen. Nu even wat eten. Ik heb zo'n honger. Al moet ik ook niet te veel eten, want we hebben echt veel eten vanavond. Heel veel snoep ook. Ik ga nu even een paar rijstwafels met pindakaas maken. Sarah komt er ook aan over een paar minuten. Dus ik maak er iets meer, want Sarah pikt er altijd van. Dat is standaard. Zodra ze het ziet, dan wil ze het ook. En dan ga ik zo even de zinsversiering van boven pakken, want nu kunnen we er dus wel bij. Dan gaan we een paar uur van tevoren even verseren en daarna weer opruimen. Maar goed, het is wel leuk als het er alsnog even staat om de sfeer voor vanavond te creëren. En ja, morgen weer versieren voor de kerst, dus dan kan ik het allemaal opruimen. Maar ik denk dat ik ook gelijk heel veel uitzoek en wegdoen, dan heb ik dat ook gelijk gedaan. Dan heb ik ook dat allemaal gedaan. Kijk, dit dus. Wij gaan versieren. Ik heb het allemaal verzorgd. En dit is mijn? Ja, je Pietknuffel, hè? Die heb jij geloof ik echt al als baby gekregen. En die komt elk jaar dan weer naar boven. Kom, we gaan het even leuke plekjes allemaal geven. Ik heb deze een hele leuke idee gegeven. Voor de Sint. Zullen die daar, moet je wel voorzichtig, want het zijn heel veel breekbare dingen. Zij was net heel even aan het gamen. Nou je kan ze er beter, dan zet je ze zo er tegenaan, dat ze doen zitten. Nee. Dus ja, maar anders gaat het. Bij de klok. Bij de klok, ja, ga zo wel even kijken op de klok. Nou, we hebben het versierd. Hier allemaal zindingetjes, daar, daar. Ik vind dat op beeld lijkt het altijd veel minder. Daar en daar. Ja, oh zo snel. Amerika is gewoon zo snel geworden. Je hebt een Sintje hangen. En bij de tv, die poppetjes waar zij mee speelt, hadden we daar gezet. En daar. Dus
Ze hebben toch een beetje een Sinthuis nog voor vandaag. Ja. Ja. Ik heb me aangekleed opgemaakt. Ik heb deze top aan van Warehouse. Broek Levi's, laarsjes van Steve Madden. En ik heb mijn Swarovski oorbelletjes weer in. En ik heb mijn haar weer gekruld. Daar ben ik wel blij om, want ik heb daar heel vaak gewoon te weinig tijd voor. Ik vind het heel fijn als het gekruld is. Ik moet alleen zeggen dat mijn make-up in dit licht echt heel raar uitkomt. Het lijkt alsof ik heel erg gestreept heb, maar dat is echt het hele rare licht. Want in ander licht had ik dat net helemaal niet. Waar was ik dan? Jij was thuis. Mama, zeg maar niks. Ik was mijn oom aan het voeren. Nee. Betrapt, betrapt. Maar ik en oom zoenen niet. Woehoe! Oh, ga kijken! Ga kijken! Oh, ga kijken, kom! Nee, je Oeh, ga kijken! Ik moet als eerste lezen. Ik zou even wachten tot de rest erbij is. Dat iedereen het kan horen zeggen. Even wachten. Wow. Lieve Sarah, je hebt misschien overnomen. Sint en Piet kunnen dit jaar niet op visite komen. Misschien had je het wel al verwacht. We hebben iets anders leuks voor je bedacht. Als ik me niet vergis, weet ik dat er al Piet aanwezig is. Hij kan niet meer op daken staan. En al helemaal niet door de schoorsteen gaan. Nou moet er nog iets met deze Piet gebeuren. Hij heeft namelijk de verkeerde kleuren. Nu is opa niet getraind als Zwarte Piet. Het is meer dan van wat op roetvegen mag hij niet. Voorzichtig aan vegen zwart hier en daar. Dat is genoeg voor een man van 86 jaar. Ook al ben ik dit jaar niet hier, ik wens je veel plezier. Groetjes Sinterklaas. Oh, dat ging ook over jou, hè? Ja. En nu? Kijk wat de Sinterklaas hierin heeft gedaan. Misschien is het voor iedereen. Nou, we hebben het heel goed gehoord. Nee. Heb je al door wat je mag doen? Nee. Dat stond in de brief. Ik wil plezier, dus mag opa zwart maken. Waar is je sponsje? Nee. Ja, kan jij mooie veegjes maken? Ja. Ga je nou doen? Voorzichtig, hè? Doe maar een beetje op opa's wangen. Wat ga je nou doen? Een beetje vegen. Oh. En op opa's wangen een beetje zachtjes. En hoe moet ik dadelijk zo naar huis? Ja. En dan ga ik ook kijk, even een kappen. Kappen. Er weer erbij. Ja, doe dat maar een beetje ergens. Iets minder, zeg. Ja, ze smeert dat al verder uit. Nee. Mag toch een beetje de kin? Ja, je haalt maar van zijn linker wang af, schat. Nee, je lijkt het niet. Dat is genoeg, hè? Nee, opa, ben je bekend met watervaste inkt? Tijdbezorg.nl. Nou, heb je je eigen Piet. Dat is leuk. Gaat oma een foto maken? Nee, niet leuks. Nu klaar, hè? Of heb je het genoeg? Lachen, maak een mooie foto. Nou, en hoe krijg ik dat dan nou weer af? Ik regel dadelijk wel wat. In een periode van 7 jaar gaan de huidcellen er vanzelf van af. Oh, dus het moet op natuurlijke wijze vergroeien. Ja. Daar ben ik wel. Nou, jij hebt het allerleukste cadeau al gekregen. Ja! Die is voor mij. Sinterklaas was leuk. Was echt heel leuk. Daarna hebben we de Sinterversiering al opgeruimd en de cadeautjes. En nu het laatste cadeautje een plekje in de kast gaan geven. Ze heeft meer, ik heb het eigenlijk helemaal niet meer laten zien. Deze gekregen.
5 Seconds Junior. Dat is wel leuk, want dan kunnen we het ook met haar spelen. En ik heb de gewone. Dus dan kunnen we ook eventueel... Vrij kan ik niet alles gaan krijgen ondertussen. Voor haar de kinderkaartjes pakken als wij de gewone spelen. Want dan heeft zij gewoon vragen die wel bij haar passen. Alleen, mijn kind heeft zoveel spelletjes ondertussen. En ik heb de hik echt zo irritant. Dat ik het ook niet meer in de kast kwijt kan. Ik zal deze zo passen. Nee, ook niet. Ook niet. Hoe gaat dit passen? Oh, gaat dit echt? Ik wil het echt gewoon in deze kast hebben. Maar het past gewoon echt niet. Hoe ga ik dit doen? Meestal kan ik wel goed puzzelen. Met dit soort dingen. Maar alles is andere maten en groottes. Oh, die hik. Echt, ik haat hik. En ik vind de hik heel eng. Ik ben altijd bang dat je er dan nooit meer vanaf komt. Je hoort toch wel eens die verhalen. Dat mensen dan de hik krijgen en dat ze dan echt een jaar lang blijven hikken. Het lijkt me echt zo erg als je dat gebeurt. Dus als ik de hik heb, heb ik altijd een stemmetje in mijn hoofd. Dadelijk gaat hij nooit meer weg. Echt. Echt verschrikkelijk lijkt me dat. Dat gaat weer. Ja, dan heb ik alle cadeautjes opgeruimd. Zij had ook zo'n nieuwe pyjama gekregen met een slaapmasker. Nee, echt. Mijn beker pakken. Ik was thee aan het zetten. Helemaal blij daarmee. Ze had er al één. En nou, ik heb altijd ruzie met haar als ik dat slaapmasker wil wassen. Want ze wil het eigenlijk gewoon elke dag op. En dat gaat natuurlijk niet, want hij moet af en toe ook in de was. Maar dat vindt ze echt niet tof. Dus nu heeft ze een tweede. Maar die zijn best wel moeilijk te krijgen. Die pyjama's met zo'n masker. Die was veld. Was het net aan het inruimen, maar die stond nog open. Dus nu heeft ze er weer één. Echt zo leuk. En wat heeft ze nog meer gekregen? Heel veel boeken. Ze leest heel erg veel. Dus ze had het dagboek van een muts, Tofje Weerwolfje. De Waanzinnige Boomhut. Ze had echt zo'n stapel boeken. Ze had nog oorbelletjes gekregen. Maar ja, dat vind ik wel een beetje spannend. Eerste allergietest. Chocola. Nog een jurkje en een pet. En een glow-in-the-dark deken. Die ligt nu op bed. En een hele mooie paarse handdoek. Dat vindt ze ook helemaal geweldig. Voor met zwemmen of zo. Of naar het strand. Ze had nog voor met oom een science quiz. Of, nee, het is niet echt een quiz, maar dan kan je van die proefjes doen. Dus dat is en leuk en leerzaam. Die heeft ze samen met hem gekregen. Ondergoedsetjes die ze heel graag wilde. Ik zit echt heel hard na te denken wat ze nog meer had. Wat ze had nog meer. Ik weet het gewoon niet meer uit mijn hoofd. Wel foto's gemaakt werd om op staat, maar ik weet het gewoon zo uit mijn hoofd niet meer. Ik ga even wat thee drinken. Marco is net al naar bed gegaan. En dan ga ik hierna ook naar mijn bedje toe. En nu ben ik moe en ga ik naar mijn bedje toe. Kamer, de laatste dingetjes even kussens aan kant. Ik vind dat altijd zo prettig als ik dan morgen wakker word. Lekker roze zo. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!